In deze serie van Nu.nl nemen we een kijkje achter de schermen bij de technische universiteiten van Nederland. Grote projecten als de zonneauto's kennen we allemaal wel, maar welke innovaties zitten er verder nog aan te komen? Nou, wij zijn Sysports en wij zijn een voetbaldatabedrijf. Dat wil zeggen dat wij voetbalclubs het voetbalspelletje inzichtelijk helpen te maken met behulp van data. In de sport zijn tegenwoordig allerlei databedrijven actief. Wat maakt Sysports anders dan de rest? We houden met 14 camera's de wedstrijd in de gaten. Als je weet waar alle spelers zijn en waar de bal is op elk willekeurig moment in de wedstrijd. Nou, dan kun je heel veel gaan zeggen. En je doet dat heel vaak en je hebt dan heel veel data. Dat kun je dan met elkaar vergelijken. Nou, dan kun je op een gegeven moment echt iets gaan zeggen over spelpatronen. En of hoe goed een team is en of ze zich bijvoorbeeld aan afspraken houden die ze met elkaar hebben afgesproken. Al die gegevens komen in één database. Zo kunnen clubs spelers vergelijken, bijvoorbeeld om de tegenstander te analyseren en ook om nieuwe spelers te scouten. Wat voor veel clubs interessant is die bijvoorbeeld een linksback zoeken is, bijvoorbeeld ik zoek een jonge speler die in potentie heel goed kan worden, maar die op dit moment nog niet zo goed is. Maar dit zijn bijvoorbeeld spelers die weer interessant kunnen zijn en dan zul je zien, dan krijg je de spelers terug ook uit de Serie B, uit de Oostenrijkse Bundesliga, uit Frankrijk, uit Spanje, uit de tweede divisie. En daar kan best wel eens een koopje tussen zitten voor een club, wat direct een versterking kan zijn. Aardige ballen, Elazouzi, daar is die. Hattrick. Een mooi voorbeeld uit Nederland is AZ-speler Wout Weghorst. Hij moest weg bij Jupiler League club FC Emmen, maar Heracles Almelo haalde hem op basis van zijn Sysports-gegevens. Veel clubs zijn op zoek naar dit soort buitenkantjes. Heracles, Twente, Sparta, Utrecht, Vitesse, dat zijn om zomaar een paar clubs te noemen, dat zijn clubs waar wij echt wel dingen voor doen. In een miljoenenindustrie als voetbal mag zo min mogelijk van toeval afhangen. Dus wordt data steeds belangrijker. Waar gaat het heen in de toekomst? Dat eigenlijk elk voetbalbedrijf dat zou moeten gaan gebruiken. Het is geen heilige graal, dus je moet ook niet blind varen of blind staren op data. Maar het is zeker een bron die in ieder geval altijd geraadpleegd moet worden bij het maken van belangrijke beslissingen.